Voor en op het industrieterrein, wat is er gebeurd? Nou, de brandweer kreeg vanmiddag een melding van een uitstaande brand bij een garagebedrijf. Al vrij werd het snel duidelijk dat het om een uitstaande brand ging. De garage stond volledig in brand. Alleen daarnaast heeft die brand ook het naastgelegen pand meegenomen. En dat is een pand wat juist plastic producten handelt. En dat brandt nu volop. Is er al iets bekend over de oorzaak van de brand? Nee, er is nog geen. Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is. Nou, dat zal in de loop van de dag wat meer bekend moeten worden. Wat is het precies van bedrijf? Nou, wat in brand is gevlogen is een autobedrijf, allerhande auto's. En er is iets misgegaan vanmiddag. En wat het mis is gegaan, daar heb ik geen beeld bij. Zijn er bij dit brand nog gewonden gevallen? Nee, dat zijn geen gewonden gevallen. Wel, er is een kinderdagverblijf ontruimd met 5 kinderen. Die zijn vrijwel in het begin al ontruimd. En die kinderen zijn allemaal veilig meegenomen door hun ouders. Hoe is het met de woningen die erachter staan? Want ik zie dat die ook afgeblust worden. Hoe is het daarmee? Wat u nu ziet is dat momenteel de brandweer inzet op de uitbreiding voorkomen. En daar ligt onze grootste prioriteit op dit moment. Dus vandaar wij, wat u ook ziet, er wordt niet geblust op de woningen, maar er wordt een waterscherm neergelegd. Wat is de reden van zo'n grote opschaling? Nou ja, uiteraard de branduitbreiding, de dreiging naar de omgeving. En we willen natuurlijk die brand zo snel mogelijk uit hebben, vooral die rookontwikkelingen. Want zoals u ziet is die rookontwikkeling enorm. Is er nog schade voor de bevolking met deze rook? Nee, voor zover ik weet niet. We hebben wel geadviseerd om de ramen en deuren gesloten te houden. En we hebben daarop ook een NL-alert uitgedaan. Hoeveel mensen zijn ingezet? Want ik zie behoorlijk wat mensen lopen. Nou ja, als ik zo voorzichtig moet schatten, schat ik een man of 40 op dit moment. Wat gaat er nu nog gebeuren? Ja, op dit moment is het natuurlijk zien we die brand zo snel mogelijk onder controle kunnen krijgen. En dan de omgeving weer veiligstellen en teruggeven aan de eigenaren. Is er nog bedrijven ontruimd in de omgeving? Heb ik even geen beeld bij. Maar ik denk wel dat er, maar inschatten alles wat in de rook staat, wat dat ontruimd is. Oké, dankjewel.